is nu zaterdag. Ik ben hier nu bijna een week. Eigenlijk tot nu nog steeds bezig met mijn set voor Ultra, om met vette edits te komen en gewoon te zorgen dat ik daar een keer knalset neerzet. Oh. En die moet er gewoon in, dat is gewoon een singeltje. Ik heb maar een uur om te draaien vanavond, maar ik heb eigenlijk te veel tracks die ik per se wil draaien. Dus, het is heel lastig om nu een keuze te maken van wat ga ik wel draaien, wat ga ik niet draaien. Zo, dan plakken we die daar aan. En ik moet gewoon ergens minuten winnen, dus ik moet hem inkorten. En dan is je wat sneller als ook een sneller door moet. Ik heb ook heel onrustig geslapen eigenlijk vannacht. Echt veel wakker. Gewoon constant Ultra in je hoofd, ik weet niet. Gewoon die spanning, die zit er toch wel, man. Dus... gewoon benieuwd hoe mensen het gaan vinden. Nou, we staan op het punt om weg te gaan. Ik heb er echt mega veel zin in, maar ook echt heel erg veel zin. En dan kan het alleen maar tegenvallen, maar ik denk, het kan gewoon niet stuk. Ik heb mijn set gewoon goed in mijn hoofd zitten. Ik weet gewoon ongeveer wat ik ga draaien. En als alle apparatuur meewerkt, dan wordt het echt top. Het is nu 1,5 uur voor mijn set. Nog geen zenuwen? Nee, geen zenuwen. Ook? Nee. Jullie stage is gesloten. Als het de komende 20 minuten niet gaat regenen, dan gaat het weer open. Gewoon een kutsel. Ja. Godver. Wie stuurt dat? Management. Anna. Auwe. Ze hebben dus de stage afgesloten omdat het een, je ziet het, omdat het een klein beetje regent. Sta je dan met je goede gedrag? Hier kijk je naar, Ultra is toch wel iets speciaals. Soms zit het mee, soms zit het tegen, jongen. Nee, ik kan het niet nee, maken. Nee, Adam zegt comeback. Ja, zie je, hè? Huh? Ja. Wait. Wait. Als we nu serieus, als het nou in één keer doorgaat, dan word ik helemaal gek. Nat. We zijn nog gedraaid, we zijn over 10 minuten. Hoi. Lini. Hallo. Als je nou nog even goed shit draait. Ik zweer het, hè. I'm on my way. Ja. Yeah. Begin met It's raining, man. Yeah. Hey. And it's raining.
We zaten het al in de auto onderweg naar het hotel en nu zijn we weer teruggestuurd omdat we stand-by moeten staan. Maar inmiddels had ik al een kwartier moeten draaien en we gaan het zien, ik weet het niet. Stel dat hij over 5 minuten open gaat, heb ik 25 minuten om te draaien. Nou, ja, dat is toch... Maat, als ik jou niet had... Ja, precies. Is goed. Come on, let's get this together. Ali just grabbed this door, it's open. So what's going on, guys? They're trying to do their best to get it running. Ali just grabbed us right now and told us. Come on, let's go. Let's go, Dan, let's go, Dan. I've got Dan Nelson's rider meeting in the back of the stage. Are you guys fucking ready to party or what? Let your friends know Derek is in the fucking building right here. The field's recording. One more time, Miami. Mensen echt het terrein opkomen rennen. En ja, echt na 10 minuten dacht ik, kom op, Jordi er ook bij. Laten we gewoon met z'n allen back-to-back gaan draaien. Ja, en wat er toen gebeurde was bizar gewoon. Zoveel kippenvel. Ik denk dat we op een gegeven moment stonden het helemaal vol, zelfs helemaal achterin. Het was gewoon fantastisch om te zien dat er zoveel mensen toe kwamen. En echt, ja, adrenaline was echt mega. Ik had echt kippenvel van mijn kleine been tot mijn kraan. Als je je bedenkt dat ik gewoon het idee had dat ik gewoon weer daar terug naar het hotel ging en gewoon in een klein hoekje met mezelf gewoon het heel zwaar zou krijgen. En dat we nu net gewoon voor, ja, ik denk dat er echt 5000 man stond. Ja, dat is echt kippenvel nog steeds. Ik kan het gewoon niet beschrijven, super vet. Echt super vet. En met z'n drieën, ja, op ultra, hoe speciaal is dat?